Welkom bij een nieuwe Black Friday. En vandaag gaan we het in Black Friday hebben over de laatste kwartfinale van de Champions League. Waarin favoriet Manchester City het opneemt tegen Olympique Lyon. Op voorhand lijkt dat misschien een wedstrijd waarvan je zegt... Manchester City gaat dit met twee vingers in de neus winnen. Maar in deze video ga ik proberen uit te leggen waarom Lyon misschien wel een gevaarlijkere tegenstander is voor Manchester City dan je op het eerste oog denkt. Plus we gaan natuurlijk aan het einde van de video aan de hand van de tactieken van beide teams, nadat we in de hoofden van beide trainers zijn gedoken, weer proberen uit te leggen waar je op kan letten om het tactische steekspel wat zich zaterdagavond gaat ontvouwen, wat beter te begrijpen. En we beginnen deze video met de speelstijl van Olympique Lyon. En als je het over Olympique Lyon hebt, heb je eigenlijk twee verschillende Olympique Lyons. Je hebt het Olympique Lyon wat het hele jaar in de Franse competitie speelt en wat niet heel erg succesvol was. Maar je hebt ook het Olympique Lyon dat enorm veel succes heeft gehad in de Champions League. En dat het ook in topwedstrijden Paris Saint-Germain ontzettend lastig heeft gemaakt. Recent nog in de Franse bekerfinale. En dat Olympique Lyon speelt vanuit een 5-3-2 formatie. Zoals je die hier op papier ziet. Met Memphis vaak in een vrije rol als tweede spits. Met in de laatste wedstrijd Ekambi als tweede spits. Dat kan ook Moussa Dembélé zijn. Twee snelle jongens aan de zijkant die de hele flank bestrijken. En een redelijk technisch middenveld met onder andere Aouar erop. En drie centrale verdedigers. En in die formatie slaagt Lyon er redelijk goed in om met name tegenstanders het voetballen onmogelijk te maken. En zelf er uiteindelijk uit te komen met die goede passes op het middenveld. En de snelle technische spelers voorin. En dus ook nog die flankspelers die er op een gegeven moment in de eindfase bij komen. En daarom is Lyon vanuit dit systeem best wel heel erg gevaarlijk. Op het moment dat ze wat meer terug kunnen zakken, de tegenstander het spel kunnen laten maken en meer op de counter kunnen spelen. Wat verklaart waarom Lyon in Europees voetbal eigenlijk succesvoller was dan in de nationale competitie afgelopen seizoen. En waarom Lyon dus ook een gevaarlijke tegenstander gaat zijn voor City, ook al hebben ze veel minder individuele kwaliteit en hebben ze ook als team niet altijd even goed gepresteerd. Hoe werkt die speelstijl van Olympique Lyon? Aanvallend doet Lyon eigenlijk niet heel erg veel vanuit deze 5-3-2. Ze proberen zo nu en dan met de drie centrale verdedigers wel op te bouwen. Maar als de tegenstander een beetje druk zet, zoals Manchester City ongetwijfeld zal proberen, dan hanteren ze toch al snel de lange bal, proberen ze het gevecht om de tweede bal te winnen. En als Lyon dan uiteindelijk gevaarlijk wordt, is dat eigenlijk via twee verschillende manieren. Eén is direct op de tegenaanval, wanneer de tegenstander de bal kwijtraakt en zij vervolgens van de ruimtes kunnen profiteren die daarbij ontstaan zijn, die zij hebben laten vallen, ook door wat verder terug te zakken. Daar hebben ze ook de spelers voor natuurlijk om dat te doen, met Memphis, met Dembélé, met de andere snelle spelers waar we het net over gehad hadden. En als ze daadwerkelijk wat langer de bal hebben, dan zie je vaak beelden terug zoals hier, waarbij één van de aanvallende middenvelders uiteindelijk uitwijkt naar de flank, waar dan de speler staat die de hele flank bestrijkt en dan vaak ook nog Memphis die of naar de rechter of naar de linkerflank uitwijkt. Dat is ook de manier waarop ze uiteindelijk die penalty krijgen in de laatste wedstrijd tegen Juventus. En dit is een voorbeeld van eigenlijk dezelfde soort situatie tegen Lyon. En dat is iets waarvoor City zal moeten uitkijken. Er zijn veel spelers van Lyon die op een gegeven moment in balbezit kunnen uitwijken naar een flank. Dan een individuele actie in huis hebben. En dan kan er toch in één keer wat gebeuren. Maar het zijn eigenlijk met name de counters waar Lyon het van moet hebben. Komt Lyon op achterstand, dan zijn ze ook eigenlijk meteen niet zo gevaarlijk meer, want ze hebben heel veel moeite om zelf het spel te maken. Maar zolang ze kunnen verdedigen, dan is het gewoon een hele gevaarlijke ploeg. Dit is eigenlijk de manier waarop Lyon verdedigt vanuit die 5-3-2. En dan zie je eigenlijk continu gebeuren dat de twee spitsen, waarvan Memphis er dus eigenlijk altijd één is, dat die ter hoogte van de verdedigende middenvelder van de tegenstander staan. City dat vaak natuurlijk met de punten achter speelt op het middenveld, is wat dat betreft een beetje vergelijkbaar met Juventus, wat ook 4-3 speelt met de punten achter op het middenveld. En dan zie je dus gebeuren dat die twee spitsen met name bezig zijn om die paaslijn naar de verdedigende middenvelder eruit te halen. Dat je daarachter een lijn van drie hebt die met name de paaslijn naar de aanvallende middenvelders eruit proberen te halen. En daarachter nog vijf verdedigers. Waardoor ook de buitenspelers, die komen dan niet echt vaak in 1-tegen-1 duels. Omdat die centrale verdedigers er nog achter staan om rugdekking
ja, te verlenen. En ja, door deze manier van spelen is Olympique Lyon ja, redelijk goed in staat om het ja, tegenstanders ja, lastig te maken om met name ja, snel combinatiespel te spelen en snel linies over te slaan en uiteindelijk ja, tot kansrijke situaties te komen. Ja, het is eigenlijk gewoon ja, massaal verdedigen, ingraven, het onmogelijk maken om door het centrum te combineren en daarmee de tegenstander over de flank te dwingen. Nou ja, Juventus had daar uiteindelijk geen antwoord op. En het is de vraag of Manchester City daar wel een antwoord op gaat hebben. Nou, wat kunnen we verwachten van Manchester City? Hoe gaan zij spelen? Nou, dat is eigenlijk redelijk goed te voorspellen hoe Manchester City gaat spelen. Ja, we kennen natuurlijk allemaal City, we kennen allemaal Pep Guardiola. We weten hoe hij wil spelen. 4-3 van achter uit met een verzorgde opbouw en ja, agressieve druk, zoals je het ook tegen Real Madrid hebt kunnen zien. En waarschijnlijk nou, wordt de formatie van Manchester City iets in deze richting. Dus Mandy is weer inzetbaar nadat hij een schorsing heeft uitgezeten. Nou, de kans is best wel groot dat hij de linksback gaat zijn. Centraal achterin, laatste wedstrijd hebben we gezien dat Fernandinho naast Laporte speelde. Nou, dat zou best nog een keertje kunnen gebeuren. Walker dan de rechtsback. Rodri speelt de topwedstrijden bijna altijd als verdedigende middenvelder. Pep durfde dit seizoen niet echt meer aan met David Silva als ja, verbindingsspeler daartussen. Dat wordt dan vaak Ilkay Gundogan in dit soort wedstrijden. Nou, de Bruyne kun je natuurlijk zo invullen en dan blijven nog nou ja, de vleugelposities over. Aguero is niet helemaal duidelijk of hij uiteindelijk fit genoeg zal zijn om te starten. Waarschijnlijk gaat het gewoon weer Gabriel Jesus worden na zijn goede wedstrijd ook weer tegen Real Madrid. En dan heb je die flankposities over. Nou, er staan nu Mahrez en Sterling ingevuld. Dat zou misschien nog Bernardo Silva kunnen worden. Maar het is redelijk te voorspellen hoe City uiteindelijk gaat spelen. En tegelijkertijd valt te voorspellen wat ja, het probleem voor Manchester City gaat zijn in deze wedstrijd. En dat is een probleem wat Manchester City eigenlijk al het hele seizoen heeft. Namelijk dat ze best wel veel moeite hebben met tegenstanders die uiteindelijk spelen op de manier waarop ook Olympique Lyon speelt. Namelijk met 5 verdedigers. Dit is iets waar ja, Pep Guardiola zich eigenlijk al na zijn ja, tweede seizoen, waarin ze toen uiteindelijk kampioen werden van Engeland, over heeft uitgesproken dat dit ja, een probleem begon te worden voor Manchester City. Dat steeds meer teams uiteindelijk helemaal gingen ingraven met 5 verdedigers. Dan soms een lijn van 4 ervoor met de spits die vanuit de verdedigende middenvelder speelt. Of de manier waarop Olympique Lyon het aanpakt. En bijvoorbeeld ook Wolverhampton Wanderers het in dit beeld heeft aangepakt met 2 spitsen op de verdedigende middenvelder. Ja, en wat je dan krijgt, de situatie zoals je ze hier ook ziet, namelijk een tegenstander ja, die gegroepeerd staat, die eigenlijk alle paasopties door het midden eruit haalt. Daar waar Manchester City het liefst wil spelen en daarmee Manchester City naar de flanken dwingt, omdat het uiteindelijk de backs de vrije mensen zijn. Nou, en dat is tegelijkertijd de positie waar Manchester City het eigenlijk ja, al sinds de aanstelling van Pep Guardiola ontzettend lastig heeft met de invulling van die posities. Hij heeft voor enorm veel geld spelers gekocht voor die plekken. En tegelijkertijd ja, blijft het een beetje puzzelen. Nou, op rechts is Kyle Walker langzamerhand een zekerheidje geworden. Maar op links is dat zeker nog niet het geval voor Mandy. Nou, die recent ook weer geschorst was, die veel blessureleed heeft gehad en die ja, in belangrijke wedstrijden nogal eens onbetrouwbaar kan zijn door in één keer ja, een individuele fout te maken. Zoals we bijvoorbeeld ook recent weer zagen tegen Chelsea in een competitiewedstrijd die Manchester City verloor. En als je gaat kijken naar de wedstrijden waarin Manchester City dit seizoen punten heeft verloren, dan was het opvallend vaak tegen de tegenstander die speelde ja, met 5 verdedigers. Dan wel vanuit de 5-4-1-formatie, dan wel vanuit de 5-3-2-formatie. Maar dat gebeurde opvallend vaak. 2 keer ging het mis voor Manchester City tegen Wolverhampton Wanderers op die manier. 2 keer ging het ook mis tegen Manchester United. En zo waren er nog meer teams die op deze manier succes hadden tegen Manchester City. Bijvoorbeeld ook een team als Newcastle United dat het op die manier deed. Maar ook Atalanta Bergamo, wat we recent natuurlijk ook nog hebben gezien in de Champions League. Die hebben ook uiteindelijk punten kunnen pakken tegen Manchester City. Ja, met een speelwijze vanuit die 3 centrale verdedigers. Dus dat is iets waar ploegen van Guardiola het ontzettend moeilijk mee hebben. En dan vooral ja, dit Manchester City, dat is echt moeilijk. Heeft moeite om de oplossing te vinden, de vrije man te vinden tegen teams die op deze manier verdedigen. Ja, en daarom is Lyon ook een hele gevaarlijke tegenstander. Guardiola heeft het ook meteen aangegeven nadat ze de wedstrijd tegen Real Madrid gewonnen hadden, dat hij gewaarschuwd was door zijn scoutingstaf. Lyon is een gevaarlijke tegenstander. Denk niet dat we die kwartfinale al overleefd hebben. Nou,
Guardiola kennende heeft hij uitgebreid ondertussen zitten kijken naar alle beelden van Lyon. En het wordt wel interessant om te kijken welke oplossing hij hiervoor gaat bedenken. Want in die eerdere wedstrijden waarin City op deze manier tegen teams speelde die op deze manier spelen. Dus bijvoorbeeld de wedstrijd waar we net aan refereerden tegen Manchester United. Ja, had City het ook met name heel erg lastig op de omschakelmomenten. De momenten dat ze de bal kwijtraken, de twee backs wat verder hoog staan. En dat dan vervolgens de twee spitsen van de tegenstander eigenlijk duiken in die ruimtes achter de backs. Nou, hier zie je dat Manchester United dat op die manier doet. Ja, en dat is ook weer een echt een risico wat wel samenhangt met deze manier van spelen. En Pep Guardiola heeft blijkbaar die conclusie ook getrokken. Want in de meest recente competitiewedstrijd tegen Sheffield United, een ander team in Engeland wat enorm veel succes heeft gehad met hun 5-3-2-formatie, hebben we in een andere video toegelicht hoe dat tactisch exact werkte. Maar die formatie is redelijk goed te vergelijken met die van de Olympique Lyon. Namelijk 5-3-2 en dan met de punten achter op het middenveld, waar bepaalde andere teams diezelfde formatie invullen met de punten voor op het middenveld. Dus qua positionering is dat Sheffield redelijk te vergelijken met de manier waarop Olympique Lyon het verdedigend invult. En in die wedstrijd koos Guardiola ervoor om eigenlijk zijn hele tactische strijdplan overboord te gooien. Dus die wedstrijd speelde hij niet vanuit de 4-3-formatie, maar zoals je hier kan zien met drie centrale verdedigers, twee controlerende middenvelders ervoor. In die wedstrijd waren dat Gundogan en De Bruyne. Twee wingbacks die de hele flank bestrijken. Op rechts was dat toen Kyle Walker, op links was dat toen Zinchenko. En dan twee hangende buitenspelers in die wedstrijd Mahrez en Sterling. En één diepe spits, dat was in die wedstrijd Sergio Aguero. Maar dat kan natuurlijk net zo goed Gabriel Jesus zijn. En dat is natuurlijk wel iets om alvast naar uit te kijken. Hoe gaat Guardiola het uiteindelijk in deze wedstrijd oplossen tegen Olympique Lyon? En dat kunnen we natuurlijk het beste bespreken aan de hand van het digitale tactiekbord. Nou, dit is hoe de tactische formaties eruit gaan zien als beide ploegen ervoor kiezen om eigenlijk hun vaste speelwijze te hanteren. Dus dan zul je zien dat die twee spitsen van Lyon ongeveer ten hoogte van controleur Rodri staan. Dat de backs in eerste instantie de vrije mensen zullen zijn bij Manchester City in de opbouw. En dat dan de buitenspelers diep staan en zo de backs van Olympique Lyon proberen terug te dringen. Waar in de opbouw van Lyon het ongetwijfeld zo zal zijn dat Mahrez en Sterling uiteindelijk erbij helpen met Jesus om die drie centrale verdedigers vast te zetten. En zo uiteindelijk een lange bal bij Olympique Lyon af te dwingen. Dus dat gedeelte van het spel is wat minder interessant waarschijnlijk in deze wedstrijd. Manchester City zal de bal hebben en dan is vooral de vraag hoe gaan ze uiteindelijk vanuit deze formatie de vrije mensen vinden. Nou, een variant die Pep Guardiola in dit soort wedstrijden geregeld toepast, en dat is natuurlijk ook wel goed mogelijk met Fernandinho centraal achterin, is dat hij ervoor kiest om in de eerste fase van de opbouw uiteindelijk Cole Walker te gebruiken, eigenlijk als een soort van derde centrale verdediger. Nou, dan komt Fernandinho hier centraal te spelen. Laporte hier. Dat is ook ideaal voor Benjamin Mendy. Die natuurlijk het liefst wat verder naar voren speelt. Dus die kan dan automatisch wat verder opschuiven. Omdat Laporte deze positie in zal nemen. Nou, dan kan Sterling met zijn rechterbeen wat meer aan de binnenkant gaan spelen. En dan krijg je hier op de rechterflank wat vaker misschien ook de paaslijn open richting Mahrez. Die dan vervolgens op die rechterflank met zijn dribbles voor gevaar kan zorgen. Helemaal met ook nog Kevin De Bruyne. Die natuurlijk graag overheen komt op die flank. En met Aouar een speler tegenover zich gaat vinden in dit soort situaties. Die het ook met name moet hebben van zijn aanvallende kwaliteiten. Dus het zou best kunnen dat Pep Guardiola ervoor kiest om 4-3 te spelen. Maar dan wel in de opbouw Walker te gebruiken. Eigenlijk als een soort van derde centrale verdediger. Waardoor hij dat effect kan creëren dat hij op de rechterkant die 1-tegen-1 situaties heeft. Met De Bruyne die er nog overheen komt. En dat ook Mandi wat verder naar voren kan spelen dan wanneer hij het niet op deze manier oplost. Nou, en het tweede ding wat natuurlijk voorspelbaar is dat Guardiola er misschien zelfs voor gaat kiezen
om met 3 centrale verdedigers te starten. Nou, dat verandert qua veldbezetting niet zo ontzettend veel ten opzichte van ja, wat we hier eigenlijk besproken hebben. En dat is meer ja, op detailniveau dat het er iets anders uit gaat zien. Nou, dan heeft Guardiola natuurlijk wel een keuze te maken hoe hij dat vervolgens aan de zijkant gaat invullen. Nou, een van de dingen die hij zou kunnen doen is dat hij Walker start als centrale verdediger. Eigenlijk zoals het hier staat, dat hij dan misschien in plaats van Mahrez op de rechterkant Bernardo Silva zal neerzetten. Die verdedigend ook in staat is om die enorme afstanden te belopen. En een alternatief is natuurlijk dat in plaats van Bernardo Silva Walker daar staat en dat hij dan een derde centrale verdediger toevoegt. Nou, dat zal een beetje een probleempje zijn. Want Otamendi heeft hij de laatste weken eigenlijk continu aan de kant gezet. Stones speelt wel helemaal niet meer. Garcia, die op een gegeven moment speelde in de laatste fase voordat City richting de Champions League ging, die schijnt zijn contract niet te willen verlengen. En is ook maar de vraag, ja, gaat Guardiola die nog inzetten? Nou, dat zou natuurlijk ook nog een derde centrale verdediger kunnen zijn. Of hij zou er nog voor kunnen kiezen om Rodri als derde centrale verdediger te gebruiken. Iets wat hij op een gegeven moment in deze competitie ook wel een keertje gedaan heeft. Dus nou, daar zijn op zich wel opties, maar het is niet ideaal. Eigenlijk heeft Pep Guardiola voor 2 centrale verdedigers al te weinig met Fernandinho. Dus dat zou een argument kunnen zijn om niet op deze manier te spelen. Maar stel dat hij het wel doet met bijvoorbeeld Walker als derde centrale verdediger. Nou, dan kunnen we verwachten dat je centraal op het middenveld Rodri eigenlijk samen met De Bruyne krijgt. Dus De Bruyne meer in een teruggetrokken rol. Nou, Silva dus aan de rechterkant. Gundogan zou dan waarschijnlijk niet spelen. En die kun je dan misschien nog vervangen door pak een beet Mahrez. Die dan echt als aanvallende middenvelder zou kunnen fungeren. En dan krijg je eigenlijk deze veldbezetting bij Manchester City. Nou, wat is eigenlijk het voornaamste voordeel hiervan? Dat hij er op die manier voor zou kunnen zorgen dat hij in de eerste fase van de opbouw tegen die 2 spitsen 3 centrale verdedigers kan zetten. Dat hij aan de zijkanten misschien wat makkelijker die buitenspelers, of in dit geval dan de wingbacks, in 1-1 duels kan krijgen tegenover de wingbacks van de tegenstander. Waardoor er wat meer vrijheid is eigenlijk voor Sterling, of en in dit geval Mahrez. Maar het zou natuurlijk ook nog kunnen dat hij De Bruyne daar rechts aanvallend op het middenveld gebruikt. En dat hij in plaats daarvan bijvoorbeeld Gundogan hier erbij gaat zetten als extra verdedigende middenvelder, waardoor De Bruyne echt aanvallend ingezet kan worden als een soort van tweede nummer 10 samen met Sterling rondom Jesus. Dus dit zou de tweede formatie kunnen zijn waar Guardiola voor gaat kiezen. En wat dat betreft wordt het interessant. Kiest Guardiola ervoor om uit te gaan van zijn vaste uitgangsformatie, de manier van spelen waarop hij succes heeft gehad tegen Real Madrid en waarop hij de laatste weken eigenlijk continu gespeeld heeft, continu een hoog niveau gehaald heeft. Of kiest hij er in een belangrijke Champions League wedstrijd voor, zoals hij in zijn carrière de laatste tijd, de laatste jaren eigenlijk steeds vaker gedaan heeft, een omzetting te doen in tactisch opzicht gericht op de specifieke tegenstanders, zoals hij het dus gedaan heeft in de meest recente wedstrijden tegen Sheffield United, waarbij hij iedere keer aangaf, deze omzetting was ook daadwerkelijk gericht op het bestrijden van dit systeem van Sheffield United. Dus dit wordt een interessant iets om op te gaan letten. Kies Guardiola ervoor in deze wedstrijd om zijn systeem om te gooien, omdat hij weet dat teams die spelen op de manier van Lyon echt een gevaar zijn voor dit City. Of houdt hij vast aan de vaste manier van spelen en gaat hij daarop wat kleine variaties doen, bijvoorbeeld met Cole Walker als derde centrale verdediger. Heb jij behalve zin in de eindfase van de Champions League ook zin in de start van het nieuwe Eredivisie seizoen? Dan heb ik nog een gratis tip voor je. En dat is 8:00 s'avonds aanstaande zondag inschakelen op dit YouTube kanaal. Want dan hebben we een live show vanuit de Bali met onze clubwatchers en onze kenners over het nieuwe Eredivisie seizoen en alles wat je daarin kan verwachten. En heb ook direct een voorproefje van iets wat we vanaf september gaan doen op dit YouTube-kanaal. Namelijk een wekelijkse talkshow met Kees Jansma als presentator. En zondagavond gaat Kees Jansma alvast daarvan een voorproefje geven door FC Utrecht-eigenaar Frans van Zeumeren te interviewen. Dus ben je benieuwd wat wij komend seizoen gaan doen op dit YouTube-kanaal? En ben jij nieuwsgierig naar een nieuwe Eredivisie seizoen wat in september gaat starten? Dan moet je zeker zondagavond 8:00 even gaan kijken, want volgens mij gaat het hartstikke leuk worden.